Ah, daar komt Jan. Kijk eens. Met een symbolische sleutel verrichtte burgemeester Steenkamp van West Maas en Waal de officiële opening van Lauwe on Ice, zoals het ijsfestijn in Beneden-Leeuwen wordt genoemd. Eens in de drie jaar kan er in het dorp geschaatst worden op een 450 meter lange buitenijsbaan. Het is voor zover bekend de eerste open ijsbaan voor dit seizoen in Nederland, dus dan zijn we extra trots natuurlijk. Maar of er ook echt geschaatst gaat worden is nog even afwachten. De regen valt met bakken uit de lucht. Vreselijk weer, erg jammer dat het zo regent. Ja, schaatsen niet mee hè, denk ik. Nee, schaatsen heb ik thuis gelaten dit jaar. Maar wel een zwemdiploma? Ja hoor. Ondanks de regen is er in ieder geval een schaatsshow van verschillende groepen van Kids on Ice uit Eindhoven. En er wordt een demonstratie gegeven van het Oud-Hollandse zwieren zwaaien. Het publiek geniet met volle teugen. Nou, ik vind het leuk. En vooral als die kleine kinderen daar heerlijk aan het schaatsen zijn. Die hebben waarschijnlijk een paar uur niet kunnen slapen omdat wij dat ze een show moesten geven in Lauwe. En wij zijn er trots op dat ze gekomen zijn. En als u dat zo ziet, heeft u zelf ook een beetje zin om te schaatsen? Ik heb er ontzettend veel zin in. Maar het is inmiddels zo hard gaan regenen dat het nog maar de vraag is of het publiek ook de ijsbaan op mag. De ijsmeester is uiteindelijk degene met het verlossende woord. Ik kijk om me heen, allemaal water. Het is afgelopen, hè? Nee, het is niet afgelopen. Nee. Water is geen probleem voor ons. U heeft er nog vertrouwen in? Ik heb er vertrouwen in, ja hoor. Nee, geen probleem. We hebben er moeite genoeg voor moeten doen, maar hij ligt er wel. Na het groene licht van de ijsmeester kan uiteindelijk ook het publiek de schaatsen onderbinden. De ijsbaan in Beneden-Leeuwen ligt er nog tot 28 november.